Het is zover. Dorpshuis De Meester is geopend. Samen zijn en samen doen. Ja, ik woon in de buurt van het dorpshuis. Ja, er is hier echt van alles te doen. Dit is ons dorpshuis en we nemen jullie mee. We zijn als dorpsoverleg heel trots op dit gebouw. Het is echt een huiskamer van het dorp geworden. Elk dorp heeft zijn punt nodig waar mensen bij elkaar kunnen komen om elkaar te ontmoeten. Om dingen te doen, boek te lenen, samen te spreken, samen te musiceren. En dat is ook in dit dorpshuis nu aanwezig. Dit dorpshuis biedt plek aan professionals zoals Tom in de buurt en de bibliotheek. Maar geeft ook ruimte aan het verenigingsleven. Je kunt je boeken halen, dingen zelf maken. Ik hou meestal gewoon boeken, want ja, ik ben wel een echte leesfan. Vooral die saamhorigheid, de binding, dat is wat wij zo belangrijk vinden aan een dorpshuis. Het mooie is dat dit initiatief tot stand is gekomen met de inwoners van Hazerswoude-Rijndijk. Er stond een oude school, was helemaal vervallen. En dat hebben we samen met elkaar, hele actieve vrijwilligers en de gemeente, gemaakt tot wat parel van wat het nu geworden is. Dit dorpshuis is een voormalige school. En het is heel leuk dat de naam, De Meester, daar nog steeds aan refereert. We zijn heel trots op het eindresultaat. Maar vooral op al die mensen die eraan mee hebben gewerkt. Samen zijn, samen leven, samen dingen doen, dat is zo belangrijk.